Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier vanmiddag op Sportpark De Meent bij VVA Te Achterberg. En ik sta hier met Dion van der Laan. Volgend seizoen assistent, trainer van Jan Veldhuizen. En ik heb voor Dion nog een paar vraagjes. Hallo Dion. Hoi. Dion, wil je eerst wat vertellen over jezelf? Ja, 31 jaar. Ik woon in Veenendaal. In het dagelijks leven ben ik boekhouder bij een notariskantoor. Afgelopen jaar actief geweest bij Dovo. Afgelopen 3 jaar. Eerste 2 jaar hoofdtrainer geweest van de onder 13 selectie. Laatste jaar als hoofd jeugdscouting actief geweest. En nu weer terug waar het allemaal begonnen is eigenlijk. Ja, want dat was ook mijn tweede vraag. Hoe ben je hier zo terecht gekomen? Dus je hebt hier vroeger al gespeeld? Zeker, ik heb hier de hele jeugd gevoetbald. Totdat ik een zware blessure aan mijn knie kreeg. Toen ben ik mijn trainingspapieren gaan halen, ben ik trainer geworden. Bij VVA eerst, van de jeugd. Daarna naar VSC gegaan. En van daaruit nog een jaartje hier terug geweest om weer te proberen te voetballen. Zonder succes helaas. Toen als trainer naar Dovo gegaan. En altijd wel contact blijven houden met de mensen van de club. En eigenlijk... nu voor het eerst op het jaarlijkse telefoontje wat ik eigenlijk van VVA krijg, ja gezegd, na een goed gesprek met Jan Veldhuizen. Oké. En je hebt inderdaad een succesvolle periode gehad bij Dovo. Je hebt een kampioenschap gevierd, verschillende promoties van je team meegemaakt naar hogere divisies. Wat zijn volgend seizoen jouw doelstellingen? Ja, dat kan er maar één zijn hier. Is er maar één doelstelling en dat is kampioen worden en zo snel mogelijk uit de vierde klasse raken. En ik denk dat je daar ook niet voor weg moet lopen met de selectie die wij hebben. Het is misschien ook nog wel leuk om een jaartje wel in de vierde klasse te spelen met alle derbies die erin zitten. Daar kijk ik ook zeker naar uit. Zeker tegen die gasten uit Renen natuurlijk, waar we nog nooit van verloren hebben. Dus dat zullen we dit seizoen ook zo gaan houden, verwacht ik. Ja. En heb je soms nog ambitie om over 2 jaar Jan Veldhuizen op te volgen als hoofdtrainer? Nou, over 2 jaar vind ik wel gevaarlijk om te zeggen. De ambitie om hoofdtrainer te worden, die heb ik zeker. Dit wordt wel mijn eerste seizoen bij de senioren. Dus ik ben blij dat ik als assistent bij een hoofdtrainer als Jan Veldhuizen wat ervaring op kan doen. En kan kijken of het iets is wat bij mij past. En dan, dan zullen we zien hoe het loopt uiteindelijk. Ja. Nou, ik wil je heel veel succes wensen met het nieuwe voetbalseizoen. Dankjewel, jij ook. Oké. We'll be right back.
Ja, ik kan maar niet meer.